YouTube doet. Like de video sneller dan dat ik Elf on the Shelf erbij pak. Ik ben verliefd op Kissy Missy. Laat Huggy Buggy dat maar niet horen. 1000 spelers versus 1 Mommy Longlegs. Wie oh wie zou er winnen? Hier hebben we 1000 spelers die klaarstaan voor de gang waar Mommy Longlegs zometeen komt uitstormen. En de grote vraag is, kunnen al deze spelers met een grab pack 1 Mommy Longlegs tegenhouden? Doet... Ik denk het wel. Ik bedoel, Mommy Longlegs is groot. Maar dit zijn 1000 spelers. Ik bedoel, als je die allemaal samenvoegt, dan moeten ze wel 10 keer zo groot zijn als Mommy Longlegs. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh. Oh. Oké. En oh ja, dit kan spannend zijn. Wat? Oh. My gosh. Ze liep er gewoon doorheen. Alsof het lucht was. In het spel Statues in chapter 2 zit PJ achter je aan. Maar wat nou als er 1000 spelers klaarstaan? Kan PJ de echte speler dan nog vinden? Oké, hij doet zijn best. Als een echte rups die hij is. Hond. Rups, hond, ik weet nog steeds niet hoe ik het moet noemen. Kruipt hij door alle spelers heen en zoekt hij naar de echte. Dude, dit is zo erg. Ik vind het een beetje zielig voor hem. Ik bedoel, ik weet dat PJ slecht is, maar hij doet gewoon zijn werk. En nu, hij snapt er waarschijnlijk niks van. Dit is alsof je in de spiegel kijkt en je ziet ineens 1000 keer jezelf. Weer wat anders. Mommy Longlegs, Daddy Longlegs, Baby Longlegs, Sister Longlegs. Sister Longlegs? Yup. Mensen hebben onderzoek gedaan, of zo, denk ik. En let op. Dat was de raarste 3 seconden van mijn leven. Ik heb geen idee hoe en wat. En vreemd genoeg kwam ik er vandaag pas achter. Maar dit zou de zus van Mommy Longlegs zijn. Volgens mij is het gewoon een fan van Poppy Playtime die dit heeft gemaakt. Maar even serieus, wat moet het überhaupt voorstellen? Het lijkt wel een donut. Maar kunnen 1000 spelers... Oh. Oh nee. Oh nee. Oh snap. Kunnen 1000 spelers Daddy Longlegs stoppen? Daar gaan we. Daar gaan we. Oh. Ook niet. Wat is het toch met die familie Longlegs? Ze zijn veel te sterk. Oké. Er is natuurlijk altijd nog één manier om Mommy Longlegs in te maken. Dat zie je aan het einde van chapter 2. Maar wat nou als je Mommy en Daddy Longlegs tegelijk wil inmaken? Mommy Longlegs wordt al verslagen, maar dan komt Daddy Longlegs er ook bij. Dude, wat? 2 in 1. Oké, dit is alsof je naar de supermarkt gaat. 2 halen, 1 betalen. Maar dit was epic. Hier hebben we een speler die Mommy Longlegs bij de brug ziet. Maar dit is het moment waarop je de hendel omhaalt en Mommy Longlegs achter je aankomt. En dat is de hendel waar het om gaat. En volgens mij, ja, we zien daar Mommy Longlegs. Ik weet niet of je het ziet. Helemaal beneden. Maar goed, hij gaat de hendel omhalen, maar hij gaat ook iets bijzonders doen. Hij gaat namelijk de brug weghalen waar ze overheen gaat rennen. Let op. Oké, ja. Let's go! Vallen! Wat? Ik blijf het zeggen. Ik ben teleurgesteld. Het lijkt wel alsof er niks anders is dan die versnipperaar waarmee je Mommy Longlegs kan inmaken. Er zou een gang zijn in het Poppy Playtime spel waar je absoluut niet doorheen mag lopen. Maar deze speler probeerde het toch. Alleen toen die eraan kwam, zag hij... Mommy Longlegs, Daddy Longlegs en Huggy Wuggy staan om hem tegen te houden. Dude, wat is er aan het einde van die gang? Oh, serieus? Dat is niet echt tegenhouden. Hij liep er gewoon langs heen. Maar goed, het idee is dat ze daar staan om de gang te blokkeren. Maar hij kan gewoon de deur openen. Wat gebeurt hier? Oh, snap, wacht. Oh nee, laat maar, dat kan niet. Want als je dat probeert, komt Daddy Longlegs. Nee! Nee! Wat zou er achter die deur zitten? Experiment 1006. Een nieuw soort speelgoed. Huggy Wuggy. Mijn oma in een badpak. PJ versus Nightmare Moondrop. En volgens mij... DJ Music Man. Dude, deze speler is PJ en neemt het op tegen allerlei verschillende soorten creepypasta's. En dat is sick. Ik bedoel, kijk dan. PJ is lang, hè? Ik bedoel, het is een rups. Hond. Hond, rups. Iets met hond en rups. Dude, PJ. Oh, er zijn er 2. Ik dacht dat het er 1 was, man. Ik denk al van... Hey, dat is wel een stukje langer dan ik dacht. Maar goed, ik ben vooral benieuwd of die DJ Music Man aankan. Want DJ Music Man staat toch wel echt bekend als in ieder geval de zwaarste en de grootste creepypasta. Dat is geen belediging. Ik wil niet zeggen dat hij te zwaar is. Ik zeg alleen dat hij daar een beetje onbekend staat. Hij is mega groot. Maar dude, PJ is sterk. PJ, man, waarom doe je dit niet in Poppy Playtime? Het enige wat je dan doet is zo heel rustig achter de speler aanzitten. Maar kijk wat voor kracht je met je meedraagt. Oké, PJ versus DJ Music Man.
wie gaat deze battle winnen. Het zijn wel 4 PJ's, dus misschien is dat een beetje oneerlijk. Maar aan de andere kant, DJ Music Man is natuurlijk wel heel groot. Dus misschien is het juist wel eerlijk. Ik ben sowieso team PJ. Ik bedoel, kan niet anders, right? PJ is een... Tijd voor wat anders. Klikken! Zo vaak mogelijk klikken. Vroeger vond ik het altijd leuk om spelletjes te spelen waarbij je dan gewoon... Ja, moest klikken. I don't know, ik vond dat satisfying. Oh, we kunnen kliks erbij kopen. 1,5 miljoen kliks. Let's go! Dit is echt vals spelen, of niet? Oh, wat kan ik eigenlijk met die kliks kopen? Oh, eieren. Wacht even. Oh my gosh. Een 1700 Robux ei. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel Robux in één keer uitgegeven. Ik weet niet of ik dit wel moet doen. Dit is een mooi moment. Ik kan nu namelijk nog terug. Maar dat doe ik niet. Oh, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Oh, dat is zo duur. Oké, wacht even. En ik weet het niet zeker, maar als ik nu klik, krijg ik volgens mij echt kapot veel. Hé, plus 1? Hoezo plus 1? Oh, wacht, ik moet hem nog meenemen. Oké, net kreeg ik plus 1, maar als ik nu klik... 2 miljoen! Kijk dan wat een beest. Oh my gosh, kijk die miljoenen erbij komen. Ik wil ook een regenboogapie. Hoe kom jij aan die regenboogapies? Ah, wacht, we kunnen hier portalen kopen. Dude, je maakt een grap. Oh, dan kom ik in een nieuwe area. Ik kan hier een rebirth doen. En hoe meer rebirths ik doe, hoe beter dat is. Dus let's go. Rebirth, klik, 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 klik. Rebirth, klik, 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 klik. Rebirth, klik, klik, klik. Dude, dit is insane. Dus voor alle duidelijkheid, volgens mij ben ik het spel nu echt aan het slopen gewoon. Ik doe nu letterlijk 1 miljoen rebirths in één keer. Oké, dus volgens mij als ik nu terug ga... Ik wil het niet eens weten. Welke portal kan ik openen? Ik kan deze kopen. Ik kan deze kopen. Ik kan deze kopen. Dit is niet normaal. Ik heb nu een autoklikker aanstaan. Dus zonder dat ik nu iets doe, krijg ik er mega veel kliks bij. Dit is insane. En ondertussen kan ik dus gewoon de hele tijd rebirths blijven doen. Oh my gosh, je maakt een grap. Oké, wacht even. Er is hier een pet van 999 Robux. En die is nog beter dan degene die ik in het begin van deze video kocht. Voor bijna 2000 Robux. Ik kan nu twee dingen doen. Ik kan mijn verlies nemen en hiervan leren. Of... ik kan ook deze erbij kopen. Ga ik het gewoon doen? Ik doe het gewoon. Oh, oh my gosh, wat is dat? Oh, dit is insane. We hebben de twee beste pets in het spel. Normaal doe ik dit nooit. Maar ik wil gewoon kijken hoe snel we dit spel een soort van kunnen uitspelen. We kunnen zoveel rebirths maken. Dit is echt insane. Ah, wacht. We kunnen hier pets kopen. Oh my gosh, dude. Ben je serieus? Kopen, kopen. Ik wil alles. Ik koop alles. Ik heb geen idee wat ik ermee doe. Maar goed, dit ziet er pretty cool uit. Tijd voor een rebirth. Dude, het gaat letterlijk nu zo snel. Ik kan het niet eens meer bijhouden. Maar als ik nu terug ga en ik ga hier naar boven. Kan ik dan deze kopen? Ja. Volgende portal kan ook. Deze kan ook. Kan deze? Zelfs, ja. En de laatste? Of is dat niet de laatste? We hebben alle portals. Of kunnen we deze nog? Oh, deze moeten we kopen. Kan dat? Oh, dat kan. Oh my gosh, wat? Er komt gewoon een UFO die ons ophaalt. En dit is de laatste poort. Dude, wat is dit? Oh, en hier zijn nog meer portalen. Wacht, zou ik deze al kunnen kopen of dat niet? Ja, dat kan gewoon al. Dude, dit spel heeft nog zoveel. Moet ik een vervolg maken? Ik denk het wel. Anders is het best zonde van de Robux. Spam dan ja in de comments. En laat weten wie er heeft gewonnen. Was dat Mommy Longlegs? Of waren dat de 1000 spelers? Abonneer voor meer en adios.